say on the track. It's not something that can be explained. It's more so a force. It's the beginning and the end. It is abstract. I am the Leviathan. This starts with a violent end. It's Clash of the Titans, then the sky collapse and I relax. The abstract, nah, motherfucker, when I silence them. I'm soon to back, I'm soon to snap and view you rap humans as stupid bastards. Actually useless cats and moving past you, soon you'll be doomed to act. I learned the truth is false hope, burn the few that learned it too, then walk home. Sympathy. For the race of men, I have none. Other niggas ain't shit to me. Bits and pieces, shit and it's sick to breathe. What's left of the rappers who are pissed at me? Never been a paraplegic amputee, defeated, so I guess all that's left is victory. Damn right. Bring heat in the 6 degree and dare any other nigga try and bitch at me. I walked in, white shirt, black jeans, no heart, and I left that bitch with a crimson tee. This is your worst fear. Let me make my words clear. The walk feels so good, you get blown away. So sweet dreams, your heart extend. That beautiful death that was caused by war. And this intro is just abstract. Yo mensen, what up? Lars hier, oftewel Ipelars. En vandaag weer nieuwe commentary en gameplay. Dus vandaag weer eens op de map Yemen. En dit is een 119 om 8, geloof ik. Op 7, sorry. Ja, dit is gewoon een bieze gameplay. Het is weer met full party, zoals jullie misschien wel kunnen zien. Of we missen één persoon, maar het boeit niet zoveel. En het is gewoon enorm leuk om te doen. De eerste ronde gaan we enorm slecht. Ik ook. Ik haal dan uiteindelijk nog wel mijn swarm, maar het was heel erg laggy. Dat kan je wel zien. En uiteindelijk is er hier ook een host migration. En ja, dan lieven meestal ook de no-lifers. En dan komen er weer noobies terug. Want zo werkt het bij Call of Duty. En ja, ik eindig de eerste ronde met maar 30 of 34 kills of zo. En ik eindig de tweede ronde met 119 kills. Dus dat is wel enorm goed. Als je het aan mij vraagt. Ik heb gisteren ook was ik echt zo lekker bezig. Ik had 600 plussers. Ik had 400 plussers achter elkaar. Allemaal boven de 120 kills. Dus dat is op zich wel vet. Een hele hoge zelfs. Maar daar komen jullie nog wel een keer achter. Dus ja, dat is op zich wel vet. Maar waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. Ik heb bijna mijn 1000 subs. Yay! Het is altijd iets. Toen ik YouTube begon, was dat echt gewoon mijn main goal om te halen. En ik heb het nou gewoon bijna. Dus dat is gewoon enorm leuk om het einddoel, zeg maar. Of nou, niet het einddoel, want ik ga natuurlijk verder. Maar ja, om gewoon iets te zien wat je heel graag wou hebben, dat je dat nu bijna hebt. En ja, ik weet niet, dat motiveert me alleen nog maar meer om betere gameplays te halen. Beter mijn best te doen voor commentaries. En we hebben dan ook iets heel erg leuks bedacht voor de 1000 subs. Dus ik denk dat we het dit weekend gaan halen. Ik denk het wel, ik hoop het. En tegen die tijd, ik denk dat het één of twee dagen nadat we de 1000 subs hebben bereikt, dan ga ik die video uploaden. En ik denk dat jullie hem heel erg leuk gaan vinden. Dus zeker kijken. Ik zet het ook op Twitter. Dus allemaal even volgen mij op Twitter. Ik zal de link weer in de beschrijving zetten. En ik ga morgen, is het vrijdag, ga ik ook weer livestreamen. Ik doe dit dan op de PS3. Hier ga ik dan ook weer voor 100 plussers en records en 200 plussers. Misschien wel, ik weet niet. Misschien haal ik hem dan wel. Xbox ben ik er heel erg close gekomen gisteren. Heel close. Maar ja, waar ik het nog even met jullie over wil hebben is dat we een nieuwe serie. Dus ik had aan jullie gevraagd wat jullie van mij wilden zien. Toen hebben heel veel mensen gezegd live commentaries en nucleairs met rare wapens. Dus ik denk een serie te gaan starten. Ik weet het nog niet helemaal zeker, want het kost wel gewoon heel wat tijd om die live commentaires te doen. Want je moet en een goede lobby hebben en al die shit kunnen halen en zo. Want ik let dan wel heel erg veel op de gameplay, zoals jullie weten. En ja, dan moet je toch wel gewoon die shit halen. Dus ik ga gewoon wel een live commentary doen. En ik doe dat ook gewoon het eerste potje. En hopen dat het dan meteen goed gaat. En ja, ik hoop het heel erg. Want ik ga dan gewoon live nuclear zoiets doen. Van Inside of the Mind zou ik dat dan noemen. En dan Inside the Mind of
Bababam, Ipro Lars. En ja, ik denk dat het wel een leuke serie gaat worden. Vooral, dus dan zou ik eerst zeg maar nucleairs gaan doen. En daartussendoor zou ik ook gewoon challenges gaan doen. Ik zou in de livestream, als jullie dan gewoon challenges op de serie van Inside the Mind of daar de challenges achterlaten, zou ik ook in de livestream zou ik voor die challenges gaan. Want dat is natuurlijk dan ook een soort van live commentary. Alles is live, dus ja, jullie kunnen alles live zien en zo. Dus ja, ik ga dat denk ik ook in de livestream doen. Ik denk dat het ook gewoon heel erg leuk is om naar te kijken, om me daar ook in te zien falen, denk ik. Sommige dingen. Ik ga sowieso voor de Executioner 100+. Dat is iets wat ik heel erg leuk vind. Een 100+ met lage streaks. Ga ik ook proberen. En gewoon nucleairs met allemaal verschillende wapens. Dus dat is iets wat ik zeker weten ga doen. Dan iets wat ik en heel veel mensen toch al wel van mij wouden zien, maar ik niet heel erg goed in ben. En dat is snipen. En het is iets waar ik de grootste hekel aan heb in elke Call of Duty. Het is... Ik vind het zelf, iedereen die met mij speelt, die hoort mij soms schreeuwen op de Xbox. Die snipers zijn OP. En ja, dus een vrienden van mij, Jimmy, die heeft ook leuke van die 9gag foto's achtig dingen gemaakt. Allemaal van uitspraken en zo. En ik zal dat denk ik wel even in de video pleuren, een paar foto's daarvan. En ja, heel veel mensen vragen of ik een commentary wil maken met een gameplay van mij dat ik snipe en dat ik er heel erg in oom. Want jullie zijn natuurlijk base gameplays van mij gewend, maar ik zuig paardenlullen in snipen in, ja, dit geval en Black Ops 2. Ik kan een beetje quiz kopen, maar ik kan geen 100 plussers halen waarschijnlijk. Ja, tenzij ik echt enorm hard scope en alleen maar achter in de map zit, dan zou ik het misschien kunnen. Maar wat we daarop hebben verzonnen, want we hebben heel wat goede snipers in onze clan. We zijn geen sniper clan, we zijn pubstompers. Maar er zijn een paar hele goede. En Peter, die kennen jullie wel van mijn GFX, die nou ook daar rechtsboven I'm Styla. Die gaat dus eens per maand gaat hij een zieke compilatie slash montage voor jullie maken. Van al zijn gameplays. Misschien zullen we er nog wat fiets van de hele iPro clan doorheen gooien. En ik denk dat het ook wel gewoon leuk is om te zien. Ik zal daar zelf de eerste commentary over gaan maken. We gaan dit aan het einde van deze maand. Komt de eerste daarvan online. En ja, we zullen daar gewoon iets vets van maken. Ik zal nog wel proberen om zelf iets te halen met snipen. Ik ben er echt gewoon niet goed in. Dus nou, ik ga het gewoon maar proberen voor jullie. Ik doe het niet voor mezelf, want ik zuig er echt enorm hard in. Maar ja, whatever. Boeit me niet zo heel veel. Ik ga het gewoon proberen. Nou, dit is alweer bijna het einde van de commentary. Ik hoop dat jullie van deze commentary en gameplay hebben genoten. Morgen weer een piece gameplay. Ja. Zeg maar gewoon ja of nee in de comment section. En ik zie jullie morgen weer, jongens. Adios.